Nu het volgende. Hier, dank u wel. Bam, bam, bam. Het is ten eerste een heel goed orkest. Het hoort bij de top van Nederland, denk ik. He, samen met nog een paar orkesten. Maar ik heb het altijd wel gevoeld als dat we een orkest zijn wat die top haalt door samen te werken. Ik denk dat individueel dat er misschien orkesten zijn waar individueel niveau nog hoger is. Maar dat wij, doordat we elke week weer met veel motivatie en veel inspiratie gaan zitten, dat we uiteindelijk hetzelfde niveau bereiken als misschien de orkesten met nog hogere individuele niveaus. En dat vind ik juist ook heel interessant aan het orkest. Ik kan me nog herinneren dat ik hier voor het eerst kwam in dit orkest, als gast. En ik zal het orkest niet noemen waar ik gewend was te spelen. En daar was het vrij zakelijk en strikt en hiërarchie. En toen kwam ik hier en toen weet ik nog dat de aanvoerder van mijn groep, de slagwerker, die vroeg aan mij van, wat heb je nodig voor instrumenten? Zal ik ze even voor je halen? Terwijl in het orkest waar ik vandaan kwam, het eigenlijk de bedoeling was dat ik voor de oudere collega's alles netjes neer zou zetten. Ik was ook te laat. Als ik later kwam dan een kwartier voor de repetitie, want dan had ik niet genoeg tijd meer om alles netjes neer te zetten. Ik moest echt een half uur van tevoren er zijn. En hier werd aan mij gevraagd door de aanvoerder notabene van, wat zal ik voor jou? Ik haal het wel even. En heb je alles nou? Staat het zo goed? De opera is een van onze grote functies. We doen er veel in de matinee op zaterdagmiddag. Maar eigenlijk de opera die ik me het beste en het meest herinner is Boris Godunov van Mussorgsky. En die was juist voor de Nederlandse opera in de Stopera in Amsterdam. Dat is ook een van onze belangrijke momenten. Elk jaar proberen we één opera te doen. En Boris Godunov was toen nog onder leiding van Edo de Waard, onze chef-dirigent toen. En voor mij is sowieso die opera de Russische romantisch, emotionele muziek vond ik geweldig. En ook vond ik dat Edo de Waard dat waanzinnig met ons daaruit wist te halen. En het enthousiasme van het orkest komt juist in dat stuk ook ontzettend naar boven. Dus ik heb echt elke voorstelling zitten genieten, terwijl ik het eerste uur geloof ik geen noot speel. Mensen laten elkaar in hun waarde. Iedereen die doet zijn werk, is respect voor wat er ook in de houtblazersgroep, waar ik natuurlijk in zit op Contrafagot, waarin er wordt wel eens wat gezegd, maar er wordt niet zo op elkaar gelet. En dat is prettig. We hebben in januari 2008 Lohengrin onder leiding van Jaap van Zweden gespeeld in de matinée. Het was een heel bijzondere productie, omdat er ook prachtige solisten bij zaten. En het was een matinée die we later nog in Parijs hebben gespeeld, wat natuurlijk toch iets toevoegt voor het orkest ook. Compleet overzicht van alle symfonieën van Mahler hadden we nog niet gedaan. En dat is toen, met Edo de Waard voor de matinée, is dat ingezet. Hebben wij in 3 seizoenen hebben we alle symfonieën van Mahler gespeeld. Dat was natuurlijk voor het orkest een heel belangrijk iets. Want daarin moet je in ieder geval heel erg goed laten horen dat je het technisch aan kan. Maar ook dat je muzikaal daarin iets te vertellen hebt. Dat is soms wel eens de kritiek die men dan heeft op een radioorkest. Van ja, jullie moeten nou juist niet spelen wat er in het land gaat. Maar ik denk dat wij, als we ons normale doen hebben, moeten we juist ook laten horen wat wij te zeggen hebben in Mahler en in Bruckner en in Wagner. Dat bij dit orkest eigenlijk alle belangrijke Nederlandse dirigenten, alle Nederlandse topdirigenten chef zijn geweest. Bernard Haitink, maar Willem van Otterloo ook. Natuurlijk ook Hans Vonk. Edo de Waard. Jaap van Zweden, dan noemen we 5 internationale topdirigenten die allemaal voor kortere of langere tijd bij het Radio Philharmonisch Orkest chef zijn geweest. Ik geloof dat dat uniek is. In de wereld misschien zelfs zo. Er zit in het orkest een groepsziel en die zit er
van jaren en jaren in. En degene die erbij komen bij het orkest, die nemen zo'n groepsziel gewoon over. Dus ik ben me daar zeer goed van bewust dat deze mensen een enorme belangrijke rol hebben gespeeld bij het orkest. En dat er dus nog steeds heel veel ingrediënten, zeg maar, zijn van al deze prachtige maestro's die voor mij zijn geweest. Dat die nog steeds een fundament zijn van het orkest. Het niveau waarop Edward de Waard het orkest heeft achtergelaten, dat was zijn voorganger, dat weet Jaap van Zweden nog verder uit te bouwen. Dat is natuurlijk ontzettend knap. Hij heeft ons fantastisch door die fusie heen geleid. Hij heeft eraan gewerkt dat de sfeer tussen collega's goed bleef en dat we niet elkaar weg gingen concurreren. En hij heeft er altijd voor gezorgd dat het niveau ook elke dag, elke week weer zo hoog mogelijk werd. Ik weet altijd dat als Jaap van Zweden komt deze week, dat er wordt wat heel Besonderes uit. Heel besondere concerten en besondere programma's, besondere Solisten. Dat is voor ons prachtig.